bouw je je eigen onweerstaanbare B&B business, oftewel jouw eigen goudmijntje. Aankomende week gaan wij superveel case studies, waardevolle tips en onze eigen strategieën van ons eigen verhuurbedrijf B2C met jullie delen. Mijn naam is Nicky Koppendraaier, ik ben de eigenaar van bnbverhuurcursus.nl en mijn passie is verhuren. Ik doe dit al nu meer dan 13 jaar, het is met de paplepel ingegoten. Mijn ouders die doen dit al meer dan 35 jaar in Egmond. Ik ben er echt mee opgegroeid en ik ken alle ins en outs over B&B recreatieverhuur. Ja, hoe is dit zo gelopen? Jullie hebben waarschijnlijk het e-book al gelezen van ons, van Priscilla en van mijzelf. Ik ga het toch nog even kort vertellen. Ik woon in Egmond aan Zee. Ja, hier zijn veel toeristen, maar door heel Nederland zijn er heel veel toeristen. En wij willen dat jullie daar je voordeel mee gaan doen. Ik ben altijd marinier geweest. Ik heb dat 18 jaar lang met veel plezier en passie gedaan. En elke keer als ik wegging, ging ik mijn woning verhuren. Nou, daar kwam best wel wat verdienste uit. Laten we zeggen best wel veel. En op die manier ben ik gaan herinvesteren. Ben ik nog meer vastgoed gaan kopen. En zo ben ik ook vrienden en familie en collega's ben ik gaan helpen. En dat bracht ons ook op het idee om nog meer mensen te gaan verhelpen. Want wij kunnen niet alle toeristen gaan helpen in Nederland. Wat wij wel kunnen doen, is om mensen zoals jullie helpen met het opstarten van de B&B verhuur. Daarom, bedankt dat je erbij bent. En wij hebben super veel zin om met jullie aan de slag te gaan. Waar gaan we het over hebben aankomende week? Ik kijk ook heel even snel naar mijn speakbrief of ik niet iets vergeet. Maar ja, uiteraard, als jij rondloopt met het idee, ik wil gaan verhuren, B&B, manier, recreatieverhuur. Het is allemaal hetzelfde. Airbnb is de verzamelnaam geworden. Maar Airbnb is eigenlijk nog niet zo heel lang als je kijkt naar de markt. Toen ik begon met verhuren was Airbnb er nog niet. En toen deden we het gewoon via de websites. Vroeger kwamen de toeristen gewoon naar Nederland toe en boekten ze met een bordje voor je raam. Daar ga ik je ook veel meer over doen. Maar wij willen jullie echt gaan helpen met hoe start ik nou? Waar moet ik nou gaan beginnen? En elke dag gaan we het in hapklare brokken aan jullie aanbieden. Zodat jij aan het eind van de week exact weet hoe jij moet gaan beginnen. Een ander ding is, wat we op dag 2 gaan vertellen, is marktonderzoek. Misschien loop je wel het idee rond, ja ik wil gaan verhuren, maar werkt dit wel of juist niet in mijn omgeving? Nou, wij gaan jou precies vertellen hoe je dat moet doen, schot voor de boeg. We gaan kijken naar de kalenders van jouw collega's, we gaan kijken naar de reviews, uiteraard de prijzen, want je wil weten wat jij kan verdienen met jouw woning. Ja, dan gaan we verder naar de woning, want misschien loop je wel rond met het idee van, ja mijn woning is eigenlijk helemaal niet geschikt hiervoor. Maar wij willen jou inzicht gaan geven. We laten je ook meekijken over de schouder in onze woningen. Hoe wij dat gedaan hebben. En het is allemaal niet zo heel moeilijk. Maar je moet even alle puzzelstukjes op de juiste plek leggen. Wij gaan jou exact vertellen waar jouw woning aan moet gaan voldoen. Heb je je woning helemaal gereed? Mooie teksten schrijven, foto's maken. En dan gaan we online. Oeh, weer zo'n hekelpunt. Welk platform werkt het beste voor mij? Airbnb, Booking. Die kennen we allemaal. Iedereen van ons, denk ik, die heeft daar wel geboekt. Zelfs mijn oma die boekt daar. Maar wat is het nadeel van die grote platformen? Je betaalt hartstikke veel commissie. 15% per boeking. Dus op 100 euro boeking per nacht betaal je 15 euro aan hun. Dat kan allemaal op heel veel andere manieren. Want er zijn echt heel veel wegen naar Rome. En wij gaan jullie exact vertellen welke weg is voor jou de juiste. Om het zo goed mogelijk te doen voor jouzelf. Als je dat allemaal voor elkaar hebt. Dan kan je eerste gasten gaan ontvangen en ook dat is spannend, absoluut de eerste keer. Geen probleem, gaan we je ook in meenemen hoe je dat het beste kan doen. Ja, en dan kan je gewoon gaan verhuren. En als je deze 6 stappen jezelf eigen maakt, dan ga je dat herhalen. Week in, week uit. En op een gegeven moment zal je zien, het is net als met fietsen, dan heb je het gewoon helemaal onder controle. Weet je exact waar je aan moet denken. Jij gaat niet zoveel fouten maken, wij hebben die fouten allemaal al gemaakt voor je. Die hebben we allemaal uitgewerkt, dus jij leest dat door, je kijkt ernaar op een video en je denkt, oh ja, oh ja, oh ja. En je kan eigenlijk meteen gaan doorschalen. En dat is ook het voordeel van een cursus. Je gaat leren van iemand anders de fouten, van iemand die het pad al bewandeld heeft. Ga hier je voordeel mee doen aankomende week. Wat ik zei, wij doen het al 13 jaar. We doen het ook de laatste aantal jaren doen we het bedrijfsmatig. We hebben meer dan 20 woningen in de verhuur. Ondertussen al ruim 10.000 gasten ontvangen. Ja, wij hebben er super veel zin in om dit met jullie te gaan doen. Bedankt voor het kijken alvast. Het duurt ongeveer 10 tot 25 minuutjes per dag. En ja, alsjeblieft, kijk ernaar, doe je voordeel mee. En dan zie ik jullie morgen.
Succes!